Trainer, welkom in Belgrado. Goeie vlucht gehad. Ja, vliegveld Twente, charter, prima. Al een beetje kunnen acclimatiseren hier? Ja, we zijn in het hotel geweest en we zijn nu hier. Dus ja, er is nog helemaal geen tijd om te acclimatiseren. En, het is warm. Ja, het is een stuk warmer dan in Nederland. Is dat lastig? Ja, volgens mij was vandaag in Twente ook bijna 30 graden. Maar het is nu net na zessen. Geen zuchtje wind, geen schaduw. Het is, op het veld is het nog bloedheet. Maar volgens mij speelt Tjukaritski in dezelfde temperatuur en op hetzelfde veld dan wij. Dus, maar daar kun je niet 90 minuten gaan rennen en vliegen. Nou ja, morgen gaat het officieel beginnen, een nieuw seizoen. Hoe kijk je terug op de voorbereiding? Ja, eigenlijk heel goed. En er zijn altijd wat smetjes. Met name de jongens die blessures hebben opgelopen. Er zijn altijd nog dingen die beter kunnen. Want 90 minuten goed gespeeld, dat hebben we nog niet, vind ik. Maar we hebben wel hele mooie dingen laten zien. En als je kijkt naar de resultaten, was het een hele goede voorbereiding. En jullie beginnen het seizoen gelijk met een Europese avontuur. Hoe is dat voor jou? Ja, vooral nieuwsgierig. Ik heb nu als speler en als trainer 10 Europese wedstrijden. Dus dat is ook niet zo heel veel eigenlijk. Maar het voelt wel heel vertrouwd. Alleen de wedstrijden die ik tot nu toe heb meegemaakt. Atletico Madrid, Inter Milaan, Partizan Belgrado hier. Dus Fiorentina, Sparta Praga. Misschien heb ik die al genoemd, dat weet ik niet eens meer. Maar ja, dat was wel wat anders dan dit. Want we hadden net een persconferentie en ja, er was gewoon niemand vanuit Servië. Dus nou staan we hier, hè. Ja, het blijft bijzonder. Een aantal jongens die hebben nog helemaal niet in Europa gevoetbald. Hoe gaan die daarmee om? Ja, om als speler beter te worden moet je ook je rugzakje vullen. En dan is Europees voetbal ook iets om ervaring op te doen en beter te worden. En vandaar dat we ook echt moeten proberen om deze twee wedstrijden goed door te komen. Want ja, hier zitten 2.000 à 3.000 mensen publiek. Dus we moeten gewoon door richting Fiorentina, vind ik. En dan is dat voor de spelers ook weer een geweldige ervaring. Ja, en van daaruit verder. Maar het moet eerst gebeuren tegen Tjukaritski. Merk je wat aan die jonge jongens, dat ze een nieuw avontuur aangaan? Nou, ik moet zeggen, bij ons in de groep is het altijd wel ontspannen. Maar ik merk aan mezelf, en ik kan natuurlijk niet aan de binnenkant kijken van de jongens, dat hoe dichter het bij komt, hoe prettig spannend het wordt. En dus een beetje zenuwen, dat mag best. En morgen dus de wedstrijd. Wat weet je van de tegenstander? Nou, Adrie Bogers en David de Jong zijn in de wedstrijd in Luxemburg geweest. We hebben 5 wedstrijden gezien. We hebben heel veel informatie van binnen en van buiten. Dus we weten echt wel wat we kunnen verwachten. Alleen, zonder ons op de borst te slaan. Wij zijn van de wedstrijden die ze tot nu toe hebben gespeeld, zijn wel de sterkste tegenstander. Dus dan ben ik ook wel heel benieuwd hoe Tjukaritski eruit ziet. Maar het is wel een club waar ze investeren in jonge spelers die zich kunnen ontwikkelen. En ja, ze zitten toch de laatste jaren wel op de derde, vierde of vijfde plaats. Dus ik vind het niet top, maar het is wel een lastige. En wat verwacht je dan van jouw ploeg? Ja, wij moeten spelen zoals we het hebben gedaan. En dat is of. Kun je dat opbrengen ook in een Europese wedstrijd, wat nog een beetje onwennig is misschien voor sommigen. En met de temperatuur, daar moet je je energie wel goed verdelen. Maar volgens mij is onze speelwijze, die zit er aardig in. En daar moet ook gewoon mee doorgaan. Top, dankjewel, succes. Dankjewel.